Beste kijkers van Tsernami TV, welkom bij weer een nieuwe uitzending van onze zowel in Suriname als in Nederland goed bekeken en uiterst goed gewaardeerde talkshow. Hamarek Tarafse, or Tsernami TV ke orse, or Shamila Banduke orse, apsopke kulie, namaskar, or salam walekum. Shamila Bandhu, jij en ik vandaag in de uitzending. Bijzonder. Een bijzondere uitzending, we doen het vandaag samen, maar ook bijzondere gasten. Het is ons weer gelukt om drie kanjers, drie toppers vandaag in de uitzending te hebben. We gaan kennis met ze maken, benieuwd wat zijn hun drijfveren, hoe waren ze in hun kinderjaren, waar staan ze nu? En ongetwijfeld zijn we allemaal benieuwd naar hun dromen voor straks. Ik ga ze voorstellen aan onze kijkers. Laten we beginnen met Kirti Ramdas. Kirti is model, Kirti is ook medicus en Kirti is een groot mediatalent. Van harte welkom Kirti. Dankjewel. Ook in de uitzending hebben we Sandhya Bondhu. Sandhya is pedagoog. Sandhya is spiritueel werker en spiritueel coach. En de meeste mensen kennen haar als medium Sandhya. Klopt. Van harte welkom. Dankjewel. Pramila Dhanai, haar naam. Van harte welkom. Dankjewel. Pramila is Ayurvedic practitioner. Pramila is yoga docente. En Pramila is ook nog dawn therapeut. En wat dawntherapeut is, ik zeg hem bewust als laatste, daar gaan we straks nog alles van horen. Ja. Fijn dat jullie er zijn. Ze zijn veelzijdig en bijzonder verrassend. Dat gaan we straks allemaal horen. We zijn benieuwd naar het begin. Of zullen we toch eerst kijken wat we altijd doen? Suriname, Tsernami, hoe beleven zij dat? En wat doet Suriname met ze? Ja, in het voorgesprek hebben we alles gewisseld. Maar is nog benieuwd om even te kijken van Suriname, Kirti. Als we het hebben over Suriname, wat voor gevoel heb je bij Suriname? Welke beleving, welke herinnering? Ja, ik heb echt een heel warm gevoel bij Suriname. Echt, ik heb het gevoel, ik wil elke dag daar naartoe gaan. Als iemand tegen mij zegt, kom gaan we morgen, dan ga ik meteen met je mee. Dus garme, garme. Ja, ik ben hier geboren en hier opgegroeid. En de eerste keer dat ik naar Suriname ging, was ik 11 jaar oud. Ja. Maar op het moment dat ik daar kwam, had ik echt het gevoel, hier ben ik thuis. Maar je voelt je ook heel erg thuis in India. Ja, klopt. Daar heb ik dat ook. Ja. Ja, dus en kijk, wat in India is zo, iedereen lijkt op jou. Je hoeft niet op te letten wat je wilt eten. Mm-hmm. Om elke hoek is een mandir. Je hoort je eigen muziek. Ja. Een stuk van jezelf herken je gewoon. En bij Suriname heb ik dat eigenlijk ook. Ik bedoel, mijn ouders zijn wel zelf heel bewust uit Suriname naar hier gekomen. Mm-hmm. Maar toch voel ik echt, ik voel me daar ook gewoon thuis. Dus je kijkt terug naar Suriname met een heel blij, warm gevoel, ja, thuisgevoel. Ja, ik ga er graag heen. En voor jou zijn India en Suriname even waardevol. Ja, zeker. Sandhya, je bent ook hier in Nederland geboren. Klopt. Suriname en je relatie met Suriname? Ik had in het verre verleden niet echt een binding met Suriname, behalve dat mijn ouders daar vandaan komen. Mm-hmm. Ik zat in een periode ook niet zo lekker in mijn vel, zat in een burn-out depressie. En ik voelde heel erg de drang om terug te gaan naar mijn roots. Ik had het gevoel dat ik daar wat miste. Dus ik zei tegen moeder, ik ga in mijn eentje naar Suriname, want ik had het alleen reizen heel erg ontdekt. Ja. En ze had zo het stellig van, nee, dat is hartstikke gevaarlijk. Ik ben altijd iemand geweest die toch uiteindelijk doet wat hij zelf wil. Dus ik ben naar Suriname gegaan. Ja. En het is alsof je in een soort van warm bad terechtkomt. Het moment dat de deuren van het vliegtuig open gaat. Het is een soort van extase, van opwinding waar je je bevindt. En alsof er iets in je DNA zit dat zegt, welkom thuis. Ja. En dat gevoel was het ook. Dat ik dacht van, ik ben hier nog nooit geweest, maar het voelt als thuis. Ja. En het was geweldig. Het is iets wat je moet ervaren. De cultuur, de mensen. En heel vaak hoor je Surinamers hartstikke gevaarlijk. Als, vooral als vrouw zijnde alleen. Mm-hmm. En ik denk, als je logisch verstand gebruikt, geen dingen doet die je niet zou moeten doen, dat je een geweldige ervaring daar zal hebben. Heel anders dan in Nederland. Okay. In Nederland, als je vrij bent, voel je vaak nog niet vrij. Mm-hmm. Daar, als je aan het werk bent, voel je alsnog de vrij. De definitie van vrijheid, dat gevoel van vrijheid, dat voel je en ervaren. Dat voel je, dat, kan je, dat kan je niet verwoorden. Dat is iets wat je voelt van binnen. Prachtig. Ja. Pramila, je bent geboren in Suriname. Je woont al een tijdje hier. Je bent ook een paar keer terug geweest. Je hebt een andere ervaring met Suriname, hè? Suriname. Ja, ik heb hele mooie herinneringen aan Suriname. Ja. Ik was 11 toen ik naar Nederland kwam. Mm. Dat is nu 43 jaar geleden. Yeah. Ja, de herinneringen zijn de familie met elkaar. De hele buurt is je familie. Of het nou een bloedband is of niet. Iedereen is kaka, mami, poa. En dat was zo leuk aan Suriname. Mm. Maar sinds ik hier ben, ik ben hier opgegroeid, ontwikkeld. Ja. En 5 jaar geleden ben ik met mijn moeder terug geweest en mijn dochter. Het was een hele leuke tijd. En ik ben eigenlijk meer voor mijn moeder gegaan. Dat ik nog een keer met haar daar was. Ja.
En dat gevoel van thuiskomen, dat heb ik met India. Als ik daar aankom, is het van hier hoor ik thuis. Ja. Heb je dat met een specifieke plek in India of gewoon algemeen? In Kerala sowieso en in de Himalaya. Vanaf Rishikesh naar de Himalaya, naar boven toe. Ja. Naar het noorden. Daar heb je dat echt... Daar heb ik het echt ervaren van, hier ben ik eerder geweest. Ja. Wauw. Hier hoor ik thuis. Ik ben helemaal in balans als ik daar ben. Helemaal in balans zelf. Ja. Dat is een hele andere ervaring, gewaarwording. Je bent in balans. Dat is ook een mooie Op elk niveau. Ja, als je naar ons kijkt, delen we een aantal, een aantal dingen met elkaar. Suriname, India. En dat noemen we hier dan Surinamisch. En we zijn blij dat we met jullie in gesprek kunnen, met deze drie Surinamisch. Mm-hmm. Laten we kijken naar het begin. Hè? Want waar is het begonnen? Van, hoe waren ze als kind? Door wie en waar zijn ze gevormd? Dat komt ergens vandaan. Kirti, als we naar jou kijken, hoe was jij als kind? Hoe was de kleine Kirti? Het is heel lastig om over jezelf te zeggen hoe je dan als kind was. Of wat je gehoord hebt van wat je ouders, hoor. Of wat je terugvindt. Ja, dat snap ik. Ja. Nou, ik denk dat ik altijd wel heel erg creatief was. Mm-hmm. Een heel creatief kind en ook heel sociaal. En ook wel, ik wist heel goed wat ik wilde. Ja. Dus toen ik 8 was, toen zei ik al tegen mensen, ja, ik ga naar het gymnasium en dan ga ik de universiteit doen en bla bla bla. En toen zei mijn broer tegen Kirti, dat moet je niet tegen allemaal mensen gaan zeggen, want je weet niet wat er gaat gebeuren. Aha. Maar ik had voor mezelf al heel vroeg allemaal doelen in mijn leven gesteld, van dat wil ik behalen. Ja. En daar ga ik gewoon voor. Ik heb 2 broers en 1 zus. Mijn ouders die zijn in 1969 uit Nederland gekomen. Dus mijn oudste broer is in Suriname geboren. Mm-hmm. En mijn tweede broer is hier. Mm-hmm. En ik ben geboren in 1980. Toen was eigenlijk het grootste gedeelte van de familie was gewoon hier. Mm-hmm. Dus ik heb een hele fijne jeugd gehad. Met neefjes en nichtjes bij elkaar logeren. Ja. Op vakantie. Gewoon heel warm. Ik ben opgegroeid in Leiden-Leiden-dorp. Mm-hmm. En daar was ook de gemeenschap ook wel... Ja, dat je dan Sinterklaasviering had. Dat je met z'n allen deed. Dat je met gewoon alle Hindustanen of Surinamers die er dan waren. Mm-hmm. Dus ik heb daar hele fijne herinneringen aan. Samen schaatsen, samen... Ja. Weet je, alles samen. Pagwa vieren, Diwali vieren. Mm-hmm. Ik zat heel vroeg op dansles. Dus toen ik 6 was, zat ik op Kathak. Dus altijd ben ik geïnteresseerd geweest in dans en toneel. En ook televisie maken. Dan plakte ik een kartonnen doos uit. En dan schreef ik zelf het nieuws van Leiden door. En dan ging ik dat dan presenteren. Nou, dat is heel creatief. Ja. Ja. En hoe oud was je toen je dat deed? Toen ik dat deed, was ik ongeveer 10 of zo. Maar ik heb voor mezelf, toen ik 6 was ongeveer, toen wist ik van ik wil dokter worden. Ja. Maar ik wilde ook altijd al televisiepresentatrice worden. Maar toen dacht ik, dat wil iedereen. En dat is niet iedereen. Dus dan kan je het niet worden. Maar dat is natuurlijk niet zo. Maar daar kwam ik later achter, dat je het dus wel kan worden. Maar de mindset was toen van, dat kan niet iedereen worden. Ja. Ik moet me focussen op zeg maar, een stukje waar ik invloed op heb en dat is mijn studie. Ja, nou eigenlijk niet eens. Want ik heb dus daarnaast altijd wel gewoon toneel gedaan. Op de basisschool, middelbare school. Altijd gewoon op het podium van allerlei dingen gedaan. Dus ik ben altijd mee bezig geweest, omdat het altijd bleef trekken. Mm-hmm. Maar echt nooit van tevoren gedacht dat ik er ook echt daadwerkelijk mijn brood mee zou kunnen gaan verdienen. Professioneel. Ja. Kijk het naar Sandhya. Hoe was jouw jeugd, kindjaren? Ik heb het eigenlijk op 2 verschillende wijzen ervaren. Hmm. Ik heb in het verleden best wel wat traumatische gebeurtenissen zijn er geweest. Ook nog toen je nog heel jong was? Ja, heel klein toen was. Ik nog heel jong was. Ja. Waardoor ik het soms heel erg zwaar heb ervaren. En aan de andere kant leefde ik heel erg in mijn eigen wereld. En dat was heel erg kenmerkend voor mij. Ik ben altijd een beetje een apart kind geweest. Hmm. Mijn zussen zeggen altijd, althans ik ben de jongste van 4. Okay. Ik heb een oudere broer en 2 oudere zussen. Ja. En die zeiden altijd, je leefde in je eigen wereld. En ik kan me herinneren, als ik me verveelde, dan ging ik de fiets pakken. En dan pakte ik de fiets en dan ging ik naar buiten. Ja. Of ik ging bij het water en ik ging vissen in het water met een shampootje en een dekseltje. en heel ondernemend, heel creatief, wat Kirti zegt. Ik hield van schilderen en dat deed ik dan soms op servetjes. Eén ding wat me ergens blij gebleven is dat mijn zus altijd zei, je had altijd zo'n aparte keuze voor smaak. Ik droeg geel en paars met elkaar en het maakte me niet uit wat iedereen van me vond. Dat is een beetje wat ik heb meegekregen hoe ik vroeger was. Mooi. Pramila, jouw jeugd, kindjaren? Wij komen uit een groot gezin. 6 zussen en 4 broers. Ja. En nog heel veel ooms, tantes, moties, moza's, poa. Bij ons was het altijd gezellig. Mm-hmm. Iedereen kwam bij elkaar logeren. Ja. Vakanties ging je toen niet naar het buitenland, maar bij elkaar op vakantie. Mm. En dat was heel gezellig. En ik was een vrolijk kind, familiair, sociaal. Ja. En ik ben nog heel lang kind gebleven. Eigenlijk tot mijn 13e heb ik nog buiten gespeeld. Okay. En paaltjes voetbal en tikkertje en dat soort dingen. Ja. Dus een zorgeloos kind was ik.
je gaat straks vertellen wat je nu doet. Zag je dat al in de tijd dat je kind was, zag je dat al een beetje terug? Ik was wel bezig met naar mandir gaan. Mijn vader heeft ons geleerd, de mantras geleerd en de puja's. Daar was ik wel mee bezig, maar nog niet zo bewust mee bezig. Het is gekomen. Gewoon meegekregen vanuit je opvoeding. Vanuit je opvoeding kreeg je het mee. Mijn doel was gezin stichten, kindje, huisje, boompje, beestje. Dat was toen op dat moment. Ja. We hebben het nu over de rol van de ouders. Hè? In jouw geval, je ouders namen je mee naar mandir. Dus je ging ook mee. En daar heb je wat dingen ook meegemaakt. Die heb je ook gevormd later. Ja. Als we kijken naar de gezinssituatie van Kirti. Je had twee ouders thuis, die waren leraar. Je vertelde ook in het begin dat je onafhankelijk ook je eigen plek gevonden hebt. Ja. In welke rol hebben je ouders gehad op jouw vorming? Mijn ouders werkten allebei. En zelfs toen ik dan op de basisschool zat in Leiderdorp, waarbij dus eigenlijk, ik was het enige bruine kindje in bijna de hele school, denk ik. En zelfs mijn klasgenootjes, hun moeders werkten niet. Die hadden allemaal moeder die thuis zat, maar mijn moeder werkte toen. Het was echt, mijn moeder is eigenlijk voor haar tijd best wel vooruitstrevend. Zij was ook een van de eerste meisjes, het eerste meisje wat in die keri dan van de Mulo-school klaar was. Mijn vader was directeur van de eerste hindoe-basisschool in Nederland. Die heeft daar ook mee op geholpen op te richten. Ja. Dus mijn ouders zijn best wel pioniers geweest op bepaalde vlakken. Ja. Ook toen ze naar Nederland kwamen, hebben ze ook zelf gedaan. Nog voordat de hele immigratiestroom naar Nederland kwam, was nog geen sprake van onafhankelijkheid. Dachten zij, wij gaan hier studeren, wij gaan hier ons settelen. Ja. En dat heeft mij echt wel gevormd. Maar daardoor heb ik echt wel de boodschap gekregen van wat je wil bereiken. Als je gewoon je best ervoor doet, je hebt alles in je macht. Weet je, nee heb je, ja kun je krijgen, gewoon voor gaan, gewoon voor doen. Ik heb nooit een soort van druk ervaren van thuis, je moet naar school, je moet studeren, je moet dit, je moet dat. Ik was gewoon vrij in mijn eigen keuzes. Zelfs op het moment dat ik dus, ik deed mijn co-schappen tijdens mijn studie. En ik deed tegelijkertijd chatney.nl. Het was een super, ik had gewoon twee fulltime jobs. Ja. Nou, en dat ging gewoon heel goed. Omdat je jong bent. Ik denk dat ik dat nu niet meer zou kunnen. Ja. Maar toen kon ik dat. Ik was 21, 22. Dan kan het. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment wel zat te denken. Wat wil ik nou? Hè? Wil ik nou echt die media in? Wil ik die medische wereld in? En mijn ouders hebben nooit gezegd van ja, je bent arts. Dus je moet dat zijn. Als je de media wereld in wilt, dan doe je dat. Ja. Uiteindelijk heb ik mijn modus gevonden waarbij ik gewoon het beide kan doen. Dus eigenlijk geef je aan dat vrijheid die je ouders je hebben gegeven, juist omdat ze zelf ook aan het pionieren waren. Ja, klopt. Dat heeft jou heel erg gevormd. Ja, zeker. En ook kijk, ik heb twee oudere broers en ik heb een oudere zus. En die hebben ook bepaalde keuzes gemaakt in hun leven, waardoor ik ook dacht van, oh ja, mijn zus was 19, die ging studeren in Antwerpen, weet je. Dus zo leer je ook van elkaar van, wat zijn je mogelijkheden? Hè? Ja. Je omgeving vormt je, waardoor je steeds verder durft te gaan in je leven. Nou, uiteindelijk ben je dus arts geworden. Klopt. Met als specialiteit chirurgie heb je ook gedaan. En daarnaast nog je media. Ja, zeker. Ik vond dat de moeilijkste vraag die mij op een gegeven moment ooit werd gesteld, van wat ga je studeren? Wat wil je worden? Ja. Ik ben gewoon altijd gewoon ergens mee gestart. En gewoon gaan kijken, wat vind ik hier wel leuk aan? En wat vind ik niet leuk? En als dan de omstandigheden waren dat ik het meer leuker kon maken, ging datgene doen wat ik leuk vond. Precies. Nou, in het geval van Kirti waren beide dingen, mediawereld als medische wereld, echt de twee dingen die haar passie waren. En dat heeft ze goed kunnen combineren. Ja. Dat is heel mooi. Als we kijken naar Sandhya, op een gegeven moment ben je pedagogiek gaan doen. Dat was niet echt iets wat je graag wilde. Je bent ook werkzaam geweest in de zorg daarna. En toen kwam de ervaring met de praktijk en toen dacht je van ik ga iets anders doen. Is het zo gegaan? Niet helemaal. Ik ben dus een van die mensen die heel lang zoeken is geweest wat ik wilde gaan doen. Want ik had de MAVO gedaan. Toen de tijd was het nog MAVO. Ja. En iedereen wilde directiesecretaresse worden. En ik dacht, ik weet niet wat ik wil worden. Ik weet dat ik later met mensen wil werken, want ik vind mensen leuk. En ik wil mensen helpen, maar ik zou niet weten hoe. Ja. Nou, dat heb ik gedaan. Dat was hem niet. Ik heb een hele brede interesse. Ik vond uiterlijke verzorging leuk. Dus toen ben ik schoonheidsspecialistopleiding gaan. Ik ben ook schoonheidsspecialiste. En toen dacht ik, ja, ik wil verder studeren. Per toeval ben ik door een vriendin die pedagogiek deed. Ze zei, nou, ga dan pedagogiek kijken. Want ik had zoiets van, oké, wat houdt dat precies in? En ik heb altijd iets met kinderen gehad. Ik vind kinderen heel fascinerend. Ze zijn nog puur, ze zijn nog jong. Je kan ze alles leren wat jij wil meegeven. En omdat ik zelf best wel het moeilijk had gehad in mijn eigen jongere jaren, had ik zoiets van, ik wil betekenisvol kunnen zijn in andermans leven. En vandaar pedagogiek. Maar toen ik in het werkveld zat als pedagoog zijnde, viel me heel erg op, mensen zijn daar een nummertje. Ja. En ik werkte met lichtverstandelijk beperkte. Ik werkte een beetje in de opvoedondersteuning. En dan merk je toch dat mensen niet de zorg krijgen die ze eigenlijk verdienen.
En ik had zoiets, ik voelde heel erg de urge, heel erg de drang om mensen vanuit diepgang te begeleiden. En doordat ik op een gegeven moment in een tweede depressie, vanuit een burn-out in een tweede depressie ben beland. Want ik zat op een werkplek wat voor mij niet goed voelde. Ja. En iedereen had zoiets, je hebt een baan in die tijd. En toen had je heel, moest je blij zijn dat je gewoon een goed betaalde baan had. Ik deed daar een opleiding, intern ook. En ik durfde niet zo snel de stap te maken om daar weg te gaan. Omdat je toch meekrijgt, dit is je studie. Ga daarmee aan de slag, vooral omdat ik ook zo vaak was gestopt. En op een gegeven moment had ik zoiets, nee, dit is niet wat ik wil. Want toen raakte ik in mijn burn-out terecht. Want ik geloof, als je iets doet wat niet goed voor je is, dan is dat niet waar je hoort. Alleen wij mensen leren nooit van, luister naar je gevoel. Het is vooral het hele aardse, rationeel. En kijken wat brood verdient, ja. Wie zegt dat je als medium zijnde succesvol kan zijn in je werk? En succesvol betekent niet beroemd zijn voor mij. Maar succesvol betekent er iedere dag gepassioneerd van genieten en goed zijn in hetgeen wat je doet. En zo ben ik uiteindelijk op het stukje, ja, medium zijnde terechtgekomen. Mooi, daar gaan we straks iets meer over doorvragen. Pramila, na je basisvorming heb je, ik weet niet of je het nog kent, MEAO gedaan. Ja. En ja, de MEAO bestaat niet meer. En vanuit, ook vanuit MEAO heb ik heel veel dingen, aanvullende opleidingen, cursussen gevolgd. Vaak technische dingen ook. Peuze ben je ook nog geweest. Ja. Hoe is dat proces gegaan? Ja, dus voor mijn ouders was het belangrijk dat je als meisje een diploma op zak had. Ja. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ja. MEAO gedaan. En, maar ik dacht, wat moet ik op kantoor? En mijn moeder maakte kleren. Ja. En daar was ik zo in geïnteresseerd dat ik een coupeuse opleiding heb gedaan in Rotterdam. De Rotterdamse snijschool. 3 jaar. En ik ben gaan patroon tekenen, bruidsjurken gemaakt, kleding op maat. En uiteindelijk in een atelier gewerkt, waar ik ook de patroon heb getekend. Ja. En uiteindelijk ook productiewerk heb gedaan. Dus geleverd voor Miss Etam, Foxy Fashion toen. Ja, ja. Mooi. En heb ik 7 jaar ingewerkt. Ja. Toen raakte ik zwanger. En in de periode van zwangerschap ben ik weer, heb ik weer op de vrouwenschool, was dat, op de Koningin Emma-kade. De vrouwenschool? Ja. Oké, okay, wat kon je leren? Herintredende vrouwen. Oh, okay, heb ik daar adviseur microcomputergebruik gedaan. Hele andere taak. Hele sport, andere hè? Wending. Ja. Dus zo heb verwerken. Ik adviseur microcomputergebruik heb ik. Wat is dat? Nou ja, een computer uit elkaar halen en al die chipjes erin installeren. Ja. Cursussen verzorgen heb ik tijdens mijn stage gedaan in WordPerfect. Nou, dat soort dingen. En het was hartstikke leuk. Maar zo heb ik verschillende, elke 7 jaar heb ik iets anders gedaan. En men zegt ook, elke 7 jaar vindt vernieuwing plaats. Aha. Maar toen besefte ik dat niet. Toen ik later mijn cv bekeek, dacht ik, hey, inderdaad, ik heb elke 7 jaar wat anders gedaan. En in de Ayurveda ben ik pas gerold toen mijn vader is overleden. Daarna zijn er vraaggesprekken gekomen over de dood. Wat is het? Mm-hmm. Want je denkt dat je ouders altijd met je zullen zijn. En zo ben ik op zoek gegaan naar wie we werkelijk zijn. En wat ons doel is hier op aarde. Ja, mooi. En had dat met ziekte te maken? Dat je dan zegt van ik ga op zoek. Of is het gewoon de algemene levensvraag op zich? Van... Nee, het had met verlies te maken. Want je denkt dat je ouders altijd bij je zullen zijn. Hè? Het gebeurt in je omgeving, maar het gebeurt niet bij jou. Tot het dichtbij je komt. Ja. En dan besef je van wow, de dood is wel... Heel die neemt je wel helemaal voor altijd weg van hier, van op aarde. Ja. En zo is het begonnen. En dat is geweest wanneer ongeveer? Toen was ik 30, dus 23 jaar geleden. Ja, dus een heel bepalend moment geweest in jouw leven en ook de carrière die je daarna ik had intussen toen 1 dochtertje toen mijn vader overleed. Ik was daarna op zoek, ik ben er wel mee opgegroeid met spiritualiteit. Ja. Maar de stap heb ik pas genomen na 3 kinderen. Om de Ayurveda opleiding te gaan doen, dat is een 4-jarige opleiding in Nederland. Ik ben er niet eerder aan toegekomen om het te doen, omdat ik altijd dacht, het is ver weg, de opleiding. Het is in India en ik kan niet weg. Ik heb 3 kleintjes. Ja. Totdat ik naar een open dag ging van de Aishra, van Dr. Mehta. En daar boden ze dus de 4-jarige opleiding met een stageperiode in het 4e jaar in India. Mooi. En dat vond ik geweldig. Ik dacht, na 4 jaar zijn mijn kinderen wat groter, kan ik weg. Ja.
Mooi om te horen hoe het is het begonnen. Zo is het begonnen. En ik ben erin verstrikt geraakt. Ja, leuk. Ja. Je zegt wel verstrikt geraakt. Ja, in de positieve zin. In de positieve zin. Ja, ja, ja. Het is mijn leven. Het is je leven. Ja. Ja. Mooi om te zien hoe zo'n zoektocht door omstandigheden, iets meer doelbewust aan de door omstandigheden. Ja, want het lijkt voor de mensen die jullie dus nu kennen, alsof jullie altijd zo zijn geweest. Hè? Nee. Dat is heel vaak zo. Nee. Maar het is altijd een zoektocht, op zoek zijn naar jezelf. Klopt. En er is altijd een moment, een schakelmoment. Ja. En ik heb altijd steun van huis uit gehad, van mijn man. Ja. Hij heeft me nooit tegengehouden om iets te doen. Hij stimuleert juist. Ja. Van, als je het wilt doen, maak je geen zorgen. Ik zorg wel voor de kinderen, zodat jij kan studeren. En ik werkte toen ook 32 uur in de week. Ja. Dus werken, studeren, weekenden, avonden. Ik sliep met dat boek op mijn buik en met een kind naast me. Doe maar. Dus hoe ik het allemaal gedaan heb, weet ik niet. Ja. Maar ik heb het gedaan. Je hebt je passie gevolgd. Ja. Uiteindelijk zijn jullie alle drie professionals. Jullie hebben allemaal je eigen beroep. Nog even over chatnie.nl, want dat format heb je gewoon bedacht. Samen bedacht met je team. Ja. Naast die reportages op straat en ook bepaalde thema's, taboe onderwerpen binnen onze gemeenschap bespreekbaar maken, heb je dat format toch losgelaten? Zit er ook die 7 jaar afwisseling en steeds andere dingen willen doen? Nee, dus ik heb toen ik begon met OHM, dat is in 2001, was ik ongeveer 21. Ja. En dus ik heb 5 jaar lang die programma's gemaakt en we hadden toen vooral maatschappelijke onderwerpen, dus taboe onderwerpen. Ja. En inderdaad, het format heb ik niet zelf bedacht. Dat hebben we met een klein team samen bedacht, met ongeveer 4 mensen. Ja. De naam heb ik wel bedacht, chatnie.nl, die naam heb ik zelf bedacht. Ja. Was tijdens een brainstorm sessie. Mm. En voor die straatreportages, dat was mijn input ook. Van oké, dat kan in het format. Mm-hmm. En we hadden dan sketches bijvoorbeeld. Om dan te zorgen dat er moeilijke onderwerpen eigenlijk thuis bespreekbaar waren. Dat als kinderen samen met hun ouders op de bank zaten en ernaar keken. En dachten, als het op tv gebeurt, kan je het ook makkelijk even samen erover hebben. Hè? Dan kan je er toch over praten. Ging het over drankmisbruik, alcoholisme, geweld thuis. Over homoseksuele relaties, over op jezelf gaan, over... Ja, echt heel veel verschillende thema's die je toch... En niet alleen maar Hindustan raken, maar eigenlijk heel veel migrantenkinderen. En wat was het echte doel naast bespreekbaar maken? Kun je zeggen van door chatnie.nl zijn die problemen nu bespreekbaar? Is het nu opgelost? Ik denk niet dat het ooit is opgelost, maar ik denk dat het vooral belangrijk... Ik denk wel dat wij een functie hebben gehad in het bespreekbaar maken. Mm. En eigenlijk was ons doel een brug te slaan in de generatiekloof die er heerst tussen ouders en kinderen. Mm-hmm. Want ouders kijken naar OHM en de kinderen zitten dan mee. En dan was er ook een programma voor de kinderen waardoor ze dan van alles kunnen bespreken. En ik probeerde ook een beetje voor het iets van de cultuur mee te geven. Of iets van het geloof mee te geven. Mm-hmm. En als ik zo kijk, zelfs jaren later, ik krijg nog steeds heel veel positieve reacties. En mensen missen het ook nog steeds. Ja. Weet je, dat ze denken van je bracht echt onderwerpen aan de kaart. En daar moet je ook lef voor hebben. Soms kijk ik programma's terug en denk ik, durfde ik dat? Ja. Ik weet niet of ik dat nu zou durven. Ja. Maar die taboe onderwerpen aan het licht brengen. Je kunt van chatnie.nl zeggen dat het taboe doorbrekend was. Ja. En innoverend programmaatje was. Dus dat heb je heel goed gedaan. De meeste mensen weten het nog. Dus het is een heel mooie brand. Ja, het was ook 5 jaar lang heb ik dat programma gemaakt elke maand. Dus dat ga je ook niet zomaar vergeten. Nee, dat vergeten we niet snel. En de reden dat ik dan gestopt ben, is omdat inderdaad de inhoud ging veranderen. Want wat wij deden eerst was maatschappelijke onderwerpen. Mm-hmm. En toen kwam er een soort van shift waarbij het meer spiritueel zijn geworden. En waarbij eigenlijk de rest van de programmering van OHM was al heel erg spiritueel. Ja. Dus ik stond daar toen minder achter. Mm. En nog allerlei andere externe factoren. Maar toen heb ik besloten van, ik ga gewoon stoppen op het hoogtepunt. Het best bekeken programma van de OHM. Het is echt een succes. En... Weet je, beter dan dit gaat het niet worden. Mijn pad ligt ergens anders. Ja. Toen ben ik gestopt. En binnen een half jaar belde schooltelevisie mij, Telejak en OT, van wil je onze programma's presenteren. Ging het over wiskunde, volgens mij? Ja, wiskunde voor middelbare scholieren. Ja. Van wat kan je met wiskunde? Ja. Weet je, als je dat kiest, hoe kan je dat terugzien in je beroep later? Want mensen hebben er geen idee bij, waarvoor heb ik wiskunde nodig? Ja. Dus daar ging het dan inderdaad over. Dat heb je ook 2 seizoenen gedaan, volgens mij. Klopt, 2 seizoenen gedaan. En daarna nog meer mediawerk. Ja, ik heb ook bij Funix radio gemaakt, gepresenteerd. Dus echt ook de techniek, alles, productie, presentatie. Ook met heel veel liefde gedaan. En ik ben ook een tijd eindcoördinator geweest van een lokale regionale omroep in de regio Leiden. Ja. Maar dat was meer een soort van managementfunctie. En toen merkte ik, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik wil creëren. Ik wil helemaal niet mensen aannemen en ontslaan en zo. Daar word ik helemaal niet gelukkig van. Maar dus in die mediawereld heb je zowel radio als tv gedaan. Klopt. En toch op hele en ook mooie, live presentaties hele gedaan. Hele mooie projecten, hele leuke Want dingen gedaan. Want op een gedaan. Gegeven moment kwam AIFA naar Nederland. Ja, die Indiase artiesten heb je ook nog. Precies, dus een hele event op Schiphol gepresenteerd. Zoveel artiesten mogen ontmoeten, zoveel acteurs mogen interviewen.
Ja, dat was voor mij echt een van mijn hoogtepunten. Nou, dat wat mensen een hele leven lang allemaal kunnen doen, heeft Kirti binnen 5 of 10 jaar gedaan. Dus dat is heel erg succesvol. Dus dat is ook heel mooi dat je het allemaal gelukt is. Ja. En mag je trots op zijn. Dankjewel. Kijk het naar Sandhya. Wees alles erop dat je meer spiritueler zou worden. Je bent op een gegeven moment... dat wist ik nog niet. Dat wist je dat moment nog niet? Nee. Hoe ben je tot ontdekking gekomen van, volgens mij is dit het... Per toeval, ik wist tot 3 jaar terug niet dat ik over deze gave beschikte, dat ik de mediumieke gave had, dat ik mensen kon healen. Je mag niet zeggen dat je mensen beter kan maken, maar dat ik mensen hun pijn kon weghalen, blokkades kon weghalen. Mm-hmm. Het begon eigenlijk toen ik een jaar of 7, 9 was. Toen zei ik tegen mijn juf, ik zat volgens mij in groep 4 of 5, denk ik, dat mijn Parnani, mijn overgrootoma, op haar verjaardag zou komen te overlijden. En ik weet nog dat die juffrouw mij heel gek aankeek. Van dat soort dingen, dat soort uitspraken doe je niet als gek kind zijn. Of angstig. Nou, dat ze dacht dat het een fantasie was, denk ik. Jouw Parnani was niet ziek. Er was geen aanleiding, directe aanleiding. Voor de mensen die misschien wat kritisch zijn. Ik wil eerlijk zeggen, ik weet dat niet meer. Volgens mij was ze qua gezondheid niet optimaal meer. En ik heb dat gewoon uitgesproken zonder dat ik wist of het waar was of niet. In het werk spreek ik heel vaak dingen uit waarbij ik niet bij nadenk. Want je kan je hoofd niet gebruiken als je communiceert met boven met de spirituele wereld. Het zijn twee verschillende facetten waarin je continu van het ene level naar het andere level bent aan het switchen. Mm-hmm. Toen is er een soort van blokkade opgekomen, want bij ons in de cultuur, slechte dingen spreek je niet uit. En als je dat wel doet en het gebeurt, dan is het jouw schuld. Dus ik dacht als kind zijnde, het komt aan mij, want ik heb het ook niemand verteld. Dat ik dat aan mijn juf had verteld. Pas 2 of 3 jaar geleden heb ik aan mijn nani, mijn moedersmoeder is overleden. Ja. Maar aan haar zusje gevraagd, klopt dat jouw moeder, mijn Parnani, op haar verjaardag is overleden? Mm-hmm. Ik was nog kind en dat veel beeld is een beetje vertroebeld toen. En toen beaamde ze dat dat dus inderdaad zo was. En gaandeweg in de loop der jaren vertelde ik wel eens dingen aan vriendinnen. Ik zei bijvoorbeeld tegen een vriendin van, als jij niet oppast, ga je zwanger raken. En 2 maanden later komt ze op mijn verjaardag. Ze zegt, San, ik ben zwanger. Ik dacht altijd dat het toeval was. Als ik wat voelde, dat het ook heel toevallig op die manier liep. Hm. Wat ik net al vertelde, ik heb 2 depressies gehad. En bij die 2e depressie was ik mezelf echt wel kwijt. En ik had zoiets, ik wil niet in de hulpverlening als pedagoog werken. Want ik heb niet het idee dat ik maar daar mensen echt kan helpen. Je moet via bepaalde richtlijnen werken. En dat wil ik niet. Als er bij mij iets is wat moet, dan gaan al mijn haren recht overeind staan. Want moeten komt niet voor in mijn vocabulaire. Het is iets wat ik wil of het is iets wat ik niet wil. Ja. En ik kwam wel eens toevallig bij een kaartlegster af en toe 1 keer in het jaar, 1 keer in de 2 of 3 jaar. En ik zat daar en ik zei tegen haar, ik wil dit ook leren. Terwijl ik het helemaal niet wilde leren. Ik had niet de intentie om daar wat mee te gaan doen. En toen zei ze, prima, dat kan. En ik ben binnen een maand ben ik gestart met de cursus Lenneman. En dat was een pittige Surinaamse dame. En ze zei altijd, je moet je gevoel gebruiken. Kaarten leggen is niet met je hoofd denken, je intuïtie. Maar ik wist niet hoe je dat moest doen. Ik heb dit niet van huis uit meegekregen. Wij zijn heel aards opgevoed. Wel heel liefdevol, maar heel erg nuchter. Ik wist tot mijn 23e niet eens dat mediums bestonden. Ja, ik kende alleen een pandiet. En ik zei dan wel eens dingen en dan schreeuwde ze altijd, maar dat staat toch niet in de kaarten? Ik zeg, ja, maar je moet toch je gevoel gebruiken? Ze zei, dat is je fantasie. Ja, ja. En ik kreeg van huis uit altijd al mee dat ik een beetje apart was. Dat ik heel veel fantasie een beetje in mijn eigen wereld leefde. Mm-hmm. Toen dacht ik, oh, maar dan ga ik straks mensen hun toekomst voorspellen en ik fantaseer dingen. Totdat op een gegeven moment bij het examen en vooral bij Astro TV, want ik ben in 2016 april ben ik als ZZP'er gestart. Ik dacht, weet je, ik ga het gewoon proberen. Mijn familie had zoiets, oké, wat gaat ze nu weer doen voor de zoveelste keer? Mm. En ik had zoiets, nee, dit ga ik doen en dit gaat het succes worden. Dit is het, denk ik, wat ik moet gaan doen, denk ik nog. Ja. Want het was voor mij ook een weg die ik moest ondervinden. Net ook zeggen, er is bij ons niemand in de familie die ook spiritueel werk deed. En ik was in april begonnen. Eind april ben ik gescreend door Astro TV. En dat was ook wel grappig, want toen ik voor het eerst naar Astro TV keek, kreeg ik in mijn hoofd te horen, daar ga je ook zitten. En ik dacht dat het mijn fantasie was. En toen vroeg ik terug, wat ga ik daar dan doen? Ja, dat werk. Toen dacht ik, oh ja, hoe moet je dat werk dan doen? En toen ik werd gescreend voor Astro TV, werd er meteen, want ik wil, je hebt Astro TV op tv, de live uitzendingen. Ja. En daarachter heb je een platform, een lijn waar je kunt inbellen. Mm-hmm. En mijn intentie was om op die lijn te gaan werken. Ik had helemaal niet de intentie of ambitie om op tv te komen.
En tijdens de screening zei die mevrouw meteen, wil jij voor de tv werken? Ik zeg nee, laat mij maar lekker achter de schermen, lekker veilig, waar niemand weet wie ik ben, wat ik kan. Mm-hmm. Want ik was best wel onzeker altijd. Nou, toen heb ik ingeschakeld en toen vroeg ze, wil je toch niet een promotiefilmpje komen maken na een week? En ik had zoiets van, nee, dat durf ik niet, laat dat maar. Toen ben ik nog een paar keer benaderd. Mm. En mijn familie had zoiets, weet je, van, ga het gewoon proberen, ga het doen. Weet je, wat heb je te verliezen? Heel voorzichtig ging ik daar dat promotiefilmpje opnemen. En toen kreeg ik weer in mijn hoofd te horen. Als ik zeg in mijn hoofd te horen, van boven communiceren ze in mijn hoofd, in mijn gedachten. Van, ze gaat vragen of je in een live-uitzending wilt komen. En ik was bezig met mijn consult. En toen zei ze in mijn oortje, ik wil jou volgende week in de live-uitzending. En ik zeg, ik niet. Ik was natuurlijk doodsbang. Ik deed dit werk nog maar net. En live tv, kan je niet knippen en plakken als je iets stom zegt? Dan zit je zelf voor schut op live televisie. En toen is mijn carrière eigenlijk in een heel snel treinvaart gedaan. Gegaan. Ja. Even een vraag erop. Want hoe benoem je het zelf? Want hè, het zijn allemaal terminologieën. Mm-hmm. En mensen hè, hebben overal een woord voor. Het talent, de gaven die je hebt, hoe benoem je het voor jezelf? Ik zou het niet weten. Net wat je zegt, er zijn overal termen voor. Heel veel mensen hebben hiervoor gestudeerd. Ik ken de basiskennis die je zou moeten hebben om medium te kunnen zijn, ken ik niet, want het is niet een aangeleerd iets. Het is een gave wat ik heb meegekregen. Mm. Er bestaan tegenwoordig heel veel cursussen om medium te worden. Mm. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik geloof daar niet in. Je hebt een gave meegekregen of niet. Dit is niet iets wat je kan leren. Ja. En zo ben ik maar gaandeweg mijn eigen pad geprobeerd te volgen. En te kijken, oké, past dit bij mij? Ja. Hoe wil ik werken? Zo heb ik ook mijn eigen begeleiding. Dus eigenlijk als je jezelf niet eens wilt profileren, dan word je nog als het ware gepusht om toch alsnog die kant op te gaan. Want dat is wat je schrijft. Eigenlijk zeg je gewoon van, het is eigenlijk al een pad die ik gewoon bewandeld. Ik denk dat dat zo had moeten gebeuren. Want net wat ik zeg, toen ik een jaar of 23 was en ik keek daar voor het eerst, ik wist het bestaan niet eens van medium zijnde. En ik geloof heel erg dat iedereen een bepaald doel heeft. Dat je ziel een bepaalde roeping heeft. En daarom voel je al dat iets wel of niet goed is. Ja. En tv, ik hoefde niet per se met mijn hoofd op tv. En na 4 maanden kreeg ik ook mijn eigen tv-programma aangeboden bij medium Shandia. En toevallig had ik het een week daarvoor nog met iemand vanuit de redactie daarover. En toen kwam dat ineens op mijn pad. Maar na 11 maanden heb ik ook besloten, ik stop met tv, want dat is niet mijn manier van werken. Ik wil echt intensief mensen gaan begeleiden. Ja. En dat is wat ik nu eigenlijk. Je hebt Astro TV gelaten voor wat het is. Maar even heel praktisch. Hè? Er zijn mensen die jou benaderen omdat ze met vragen zitten uit het verleden, over het hier en nu, over de toekomst. Ja. Die nemen daar contact met je op. Ja. Hoe maak jij het verschil? Er zijn veel mensen die kunnen naar een pandit toe gaan of naar een ander medium. Maar je hebt een speciale manier die je ontwikkeld hebt, de manier waarop je werkt. Ja. Wat is de manier die bij jou past? Hoe doe je dat? Mensen voelen of je dit werk doet om geld te verdienen. Mm-hmm. Of dat je dit werk doet om mensen echt te helpen vanuit je hart. Mm-hmm. En net wat ik zeg, ik wil mensen echt helpen vanuit mijn hart. En dat voelt iemand. Dingen die heel erg taboe zijn. Ik heb seksueel misbruik meegemaakt. Ik ben vroeger heel erg gepest. Dat je toch anders wordt aangekeken. Ik ben altijd wat voller geweest. En vroeger schaamde ik me daar altijd voor. En nu heb ik zoiets, nee, dit is verdorie wie ik ben. Ja. En daar ga ik ook voor staan. En dat probeer ik ook mijn klanten mee te geven. Ja. Ik denk dat dat stukje ook wel komt met betrekking tot de voorspellingen. Ik ben gezegend met de gave dat ik heel gedetailleerd dingen mag zien. Ja. Dat ik in mensen hun huis kan kijken en zeg van, nou weet je, die ruimte voelt niet goed. Dat moet je even gaan veranderen. Klopt dat het bed daar staat? Of ja, soms ook hele heftige dingen. Ik kan ook contact maken met overledenen. En de eerste keer was dat in een televisieuitzending, dat een meneer mij belde en zijn zus was vermoord in Aruba. En dat hij daar vragen over had. En ik kreeg precies te zien hoe die vrouw daar op de grond lag, waar de verwondingen waren, wat voor iemand er was opgepakt. En dat zijn hele heftige dingen. Maar ik denk dat dat stukje is waarom mensen bij mij komen, dat ze echt antwoorden willen. En toevallig gisteren had ik een consult in de ochtend. En ik zeg tegen deze vrouw van, zag jouw ex-partner er zo en zo uit? Toen zei ze nee. Ik zeg, dan moet je deze omschrijving onthouden, want dit is een man die je gaat tegenkomen. Nou, je gelooft het niet. Ik was er nog steeds flabbergasted van. Ik was aan het koken, want ik ben bezig met een kookboek. Dus daar was ik recepten voor aan het maken en aan het fotograferen. En ik krijg een berichtje op mijn telefoon van, je hebt me vanochtend beschreven hoe die man eruit zou zien. Ik sta in de bijenkorf en er komt een man naar me toe. Mm-hmm. Kijk naar zijn haren, want dit is onder andere wat je hebt beschreven. Mm-hmm. En dan sta ik zelf ook stijl achterover van, oh, heb ik dat echt gezegd? Omdat het voor mij nog steeds als onwerkelijk voelt. Mm. Dus veel van wat je de mensen meegeeft,
Blijkt ook achteraf waar te zijn. Ik zeg ook eerlijk, ik weet niet alles. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Nee. Ik ben geen god, ik kan er soms ook naast zitten. Mm-hmm. Maar wat ik van de klanten terugkrijg, dat ik hele gedetailleerde voorspellingen kan meegeven. Salaris wat mensen gaan verdienen. Dat het toch wel 80-90% uitkomt. Ik ben nieuwsgierig geworden, maar daar straks meer over. We hebben het straks. Daar straks meer over. Achter de schermen. Ja. Promila, op een gegeven moment heb je besloten na een heleboel dingen gedaan te hebben. Mm-hmm. Het Ayurveda, het vak van Ayurveda, Ayurveda practitioner, dat is een beetje jouw beroep geworden. Ja. Je hebt ook heel veel opleidingen en cursussen gedaan. Dus het gaat over masseren, ook yoga, ademhalingstechnieken, mm-hmm. dus Ayurvedisch koken, Vedisch koken, heel veel op dat terrein. Hoe ga jij te werk? Want voor wat voor soort klachten kunnen mensen bij jou terecht en wat doe je met ze en hoe gaan ze bij jou weer weg? Bij mij komen ze als eerste met chronische klachten en voornamelijk rug, nek en schouderklachten. Ja. Stress sowieso. Dus eigenlijk divers. Divers. Er zijn klachten, ze komen bij jou, want je hebt een overvolle praktijk. Je hebt het ontzettend druk. Hè? Klopt. Ik heb een volle praktijk. Ik ben nu juist iets geminderd. Ik heb voorheen de avonden ook gewerkt, weekenden ook gewerkt. En elk jaar, dan ga je reflecteren, ga je wat afbouwen. Ja. Want je moet ook tijd voor jezelf en je gezin nemen. Om even een idee te hebben, wachtlijsten van een paar... Stel voor, ik zou me nu willen aanmelden. Twee weken. Dan heb je twee à drie weken op wachtlijst. Dus je hebt het druk. Er zijn heel veel klachten. Klopt. En dan komen ze bij jou. Je gaat een diagnose vaststellen. Maak je een behandelplan. Ja, helaas komen mensen pas als ze uitbehandeld zijn. Ja. Of als de artsen niks meer kunnen doen en zeggen, u moet met de pijn leren leven. Dan komen ze binnen. Dan kijken ze verder van, wat kan ik nog meer doen? Waar ga ik zoeken? Ja. En zo komen ze dan terecht bij een Ayurvedisch maar eigenlijk praktisch. Hoor ik je ook zeggen van, eigenlijk hadden ze iets eerder moeten komen. Ayurveda is preventief. Preventief. Het is een preventieve gezondheidssysteem. Ja. En zoals we het nu gebruiken is eigenlijk... Achteraf. En waardoor het langer duurt curatief. Voordat iemand herstelt. Goed, en dan komen ze bij jou. En hoe ga je dan te werk? Ja. Stel voor, want je hebt ook je bent ook doorn therapeut. Ja, dat heb ik later erbij gedaan. Bij Ayurveda voor een afspraak doe ik eerst de consult. Ja. Dan doe ik de eeuwenoude methode. Dat is de polsdiagnose en ga je de tongdiagnose. De tongdiagnose en de polsdiagnose. Ja, dat zijn betrouwbare werkvormen. Ja. En daarnaast kijk ik natuurlijk ook naar je lichamelijke en fysieke gesteldheid, hoe je praat, hoe je beweegt, naar je haar, naar je huid, je nagels, holistisch. Dat is een holistische kijk op de mens. Juist. Hè, integreren van lichaam, geest, je zintuigen, je bewustzijn. Het is niet van elkaar af, maar met elkaar verbonden. Ja. En je kan niet mensen maar op één niveau herstellen. Ja. En na het consult stel ik een behandelplan op. Ja. En met chronische klachten weet je dat je niet in één keer vanaf bent. Mm. Dus dan zijn het een sessie van 7-8 behandelingen. Als er vooruitgang geboekt wordt, geef je ze ook in de tussentijd yoga oefeningen mee. Ja. Het is yogatherapie, ademhalingsoefeningen. En de doorntherapie gebruik je voornamelijk bij onderrugklachten, een scheve rug, bekkenscheefstand, bekkeninstabiliteit. Mm. Maar ook bij knieklachten. Ja. Want als je bekken niet goed staat, gaat het gewicht natuurlijk anders verdelen. Dan raak je uit balans. Ja. De doorntherapie heb ik later gedaan, omdat het een hele zachte wervelcorrectiebehandeling in plaats van kraken. En, geen chiropractie en zo, dat soort dingen. Niet heel het is een smooth, hele subtiele, soft, met een beetje masseren. Met drukkende bewegingen, waardoor je ook de punten stimuleert. Je ziet ook tegenwoordig een soort opleving. Heel veel belangstelling voor Ayurveda, Vedisch koken, yoga. Ja. Waar komt die belangstelling ineens, die hype ineens vandaan, denk je? Nou, Ayurveda is natuurlijk een universele systeem. Mm-hmm. En omdat het universeel is, is het niet gebonden aan een religie, een geloof, een land. Iedereen kan het toepassen, omdat het ons betreft. Een mens die bestaat uit het fysieke deel, mentale deel en spiritueel deel. Ja. Het is toepasbaar, dus vandaar dat het in het Westen nu zo populair is. Mm-hmm. En iedereen is op zoek naar de natuur, de basis. Want de natuur buiten zit de natuur in jou, de vijf elementen. Ja. Vandaar het werkt Ayurveda, vanuit de vijf elementen leer. Mm-hmm. Mooi is dat, hè? Ja. Als ik met deze mensen praat, dan heb ik echt het gevoel van, dat zijn echte vakmensen. Ja. Ze zijn echt dingen aan het doen waar ze echt
hun passie kunnen uitleven. Maar het is ook mijn passie, het is mijn leven. Mijn leven bestaat uit Ayurveda, yoga, meditatie. Maar ik doe ook leuke dingen. Nou ja, dit andere is ook leuke leuk. Dingen. Nou, laten we kijken naar waar jullie nu staan. Hè? Want we hebben jullie ook al gevraagd, omdat je na nou, deze tijd waar we nu in staan, deze periode, is voor jullie ook erg spannend. Ja. Nou ja, Kitty heeft in juni een boekwerk Dia geschreven. Nee, niet geschreven, uitgebracht. Uitgebracht, ik heb 10 jaar over gedaan zeggen. Met schrijven. Ze heeft de tijd genomen om na te denken. Maar het boek is in juni is het uitgebracht. Ja. En volgens mij binnen 10 dagen heb je de eerste druk helemaal verkocht. 15 boeken per dag, even heel snel gerekend. Klopt. Dat is een heel succesverhaal. Ja. Dia gaat over een meisje die in Leiden opgroeit. Klopt. En wordt verliefd op een blanke Hollandse man. Ja. Het verhaal is niet autobiografisch. Laten we dat even voorop gezegd. Het gaat niet over mij. Het gaat niet over jou. Maar maakt niet uit hoe vaak ik het zeg. Soms toch blijven mensen dat denken. Ja, nou ja, het is ook heel toevallig. Je hebt een missie met dat verhaal, toch? Ja, dus eigenlijk is het wel... Eigenlijk ook weer een bepaalde taboes doorbreken. Want het gaat niet alleen maar over interculturele relaties. Hè. Mm. Natuurlijk is het verhaal dat zij als Hindoestaans meisje op een Nederlandse jongen valt. Ja. Maar die Nederlandse jongen kan je door alles vervangen. Het kan ook een man zijn die al getrouwd is geweest en kinderen heeft. Ja. Of die 15 jaar ouder is. Of een vrouw die 20 jaar ouder is. Ja. Het gaat erom hoe wij als ouders een ander beeld hebben van wat je wilt met je kind. Ja. En dat kinderen hun eigen pad kiezen. Maar die struggles die daarbij gepaard gaan. Ja. Hoe ga je daarmee om? Ja. En vooral ook, kijk, onze ouders zijn vanuit Suriname naar hier gekomen. Mm-hmm. Wij als kinderen worden hier geboren. Hebben hier onze conflicten met de Nederlandse samenleving. Ja. Dat is een nieuwe fase. Over 80, 100 jaar gaat dat heel anders zijn. En dus hoe mijn ouders hebben nooit de situatie gehad dat ze dachten... Oh, ik word verliefd op een Nederlander, wat moet ik ermee doen? Mm-hmm. Weet je, dat speelde toen helemaal niet. En dus ik wil gewoon ook dat vastleggen in een boek. Ja. Dat mensen later kunnen lezen en denken, oh, was dat toen zo? Ja. En er spelen meer thema's in het boek. Dus het gaat niet allemaal over interculturele relaties. Mm-hmm. Het gaat ook over seksueel geweld bijvoorbeeld. Het gaat ook over... Ja, er zijn een aantal thema's die er naar voren komen. Toen jouw boek uitkwam over het thema, moest ik denken aan Suriname. Daar kwam de film Wrong People uit. Ik weet niet of je die film kent. Ja. Daar ging het ook over interculturele relaties. Klopt. En dan tussen een Hindoestaanse en een Afro-man. Dus dat thema, ook jaren later, zie je ook hier dat iemand van een stukken jonger, een andere generatie hier geboren, toch dat thema weer oppakt. Ja. En dat nu vertaalt naar de actuele situatie. Ja. Daar moest ik even aan denken. Ja, maar kijk, ik denk Romeo en Juliet is zo lang geleden geschreven. Ja. Maar nog steeds blijft die film, als het nu dan de film, kijken mensen dan nog steeds naar. Kijk, een liefdesverhaal blijft gewoon altijd herkenbaar. Mm-hmm. Dus niet per se, want soms hoor ik mensen die tegen mij zeggen, hé, maar dat is toch helemaal niet meer actueel, want het is toch normaal om met iemand van een andere cultuur thuis te komen. Mm-hmm. Ja, dat kan in sommige gezinnen zo zijn, maar is lang niet bij iedereen zo. En wat ik zeg, het gaat niet alleen maar over ras, het gaat over communicatie, over ouder-kindrelatie. Ja. Je bent van nature ben je arts en natuurlijk andere dingen, maar je bent nog geen auteur. Hoe heb je dat ontdekt dat je ook van schrijven houdt of dat ook nog kunt? Nou ja, is dat proces gegaan? Ik kan schrijven sinds dat ik 3 ben. Dat lezen en schrijven. Toen ik 6 was, begon ik mijn eerste verhalen te schrijven. Dus ik schrijf al sinds dat ik me kan herinneren als gewoon hobby. Ja. Gedichten, korte verhalen. Mm. Maar ik had altijd al de droom om een keer een boek te schrijven. En zodoende ben ik toen een keer toch gewoon gestart ermee. Ja. Ik dacht, ik ga dit gewoon doen. Ja. Dat is een van mijn levensdoelen. Dus zodoende. En dan is het na 10 jaar is het boekwerk uit. Ja. Hoe voelt dat? Dat je denkt, heel apart. Heel apart. Ja, een kindje, zo'n soort kind. Ja, soort van. Maar ook gewoon heel gek. Want ik ben ermee bezig geweest in mijn eentje. Ja. En dan steeds verder gaat die cirkel verder. Mijn moeder heeft het heel vaak proefgelezen. En gezegd van, oh ja, dat komt niet over. Wat dan ook. Mijn vader was de eerste die het las toen het af was. Mm-hmm. Daarna een kring van proeflezers. Ja. En nu gaat het erbuiten. Weet je? En dan krijg je reacties terug. En ook... Vooral heel veel complimenten. En dat is echt zo'n een waardering krijg ik ervoor. Dat ik echt denk, wauw. Ja. Ik hoor voornamelijk dat het boek erg toegankelijk is. Ook al is het 250 pagina's. Klopt. Maar het is heel goed toegankelijk. Wordt goed gelezen. Ja. Dus volgens mij is het heel goed ontvangen. Klopt. En het wordt grappig, spannend, herkenbaar. Ja. En voor mij ben ik nog een beetje een soort van waas. Dat ik denk, wow, is dit nou echt allemaal aan de gang? Het is nog vrij recent. Het is heel recent. Juni is hij uitgekomen. Ja. Bijzonder is. De tweede druk is binnen. Dus, en de tweede druk, dus het gaat voorspoedig. Sandhya, jij bent ook bezig met het boekwerk. Klopt. Vertel ons even, neem ons mee in wat je nu aan het schrijven bent. Want het schrijfproces is bij jou ook actueel. Klopt. Wat kunnen de mensen verwachten binnenkort? Ik ben bezig met 2 boeken. Ik ben vorig jaar begonnen met een persoonlijk boek. Wel autobiografisch. Ja.
Daar ben ik mee gestopt begin van het jaar, omdat het me iets te persoonlijk wordt. En dat klinkt heel gek, maar ik zal het even toelichten. Ik heb een best wel bewogen leven gehad, ondanks dat ik nog maar 34 ben. Mm. Waarin er ook heel veel dingen zijn gebeurd die in onze cultuur, maar ook in de Surinaamse cultuur, Marokkaanse cultuur, nog heel erg taboe zijn. Ja. Ik vind dat ik ergens een voorbeeldfunctie heb voor mensen die naar mij toe komen. Ik geef ze handvaten mee, hoe ze hun leven kunnen inrichten, hoe ze bepaalde dingen kunnen doen. Maar daarbij vind ik het ook belangrijk dat je open en eerlijk ook over dingen kunt praten en kunt bespreken. Ik heb daar ook geen oordeel over. Begin van het jaar ben ik zwanger geweest van een tweeling samen met mijn partner. Dat is helaas misgelopen. Dat was ook iets wat ik al lang in mijn kaarten zag. Dus dan denk je, je bent voorbereid. Ja. Je bent niet voorbereid tot dat punt dat het daadwerkelijk gebeurt. En ik heb toen echt even bodem geraakt en ik had zoiets, ik liep heel erg in mijzelf vast. Mijn boek wat ik aan het schrijven was, ging ook over een kind krijgen. Ik heb heel sterk nog steeds een kinderwens. En ik had zoiets van, ik moet mijn energie, wat ik op dit moment heb, in een nieuw project gaan stoppen. Ja. Het boek schrijven wordt te persoonlijk, daar moet ik even afstand van nemen, gepaste afstand van nemen. En ik had zoiets, ik sta stil. Ik heb zoveel talent meegekregen waar ik gewoon niks mee doe. Waaronder koken. En ik heb vroeger... Ook verrassend, hè? Niemand die denkt een medium en kinderen enzovoort, die gaat eens een kookboek schrijven. Het is een heel bijzonder kookboek, want het is al die gerechten bestaan eigenlijk al. Alleen, die zijn à la Sandia. Ze bestaan niet allemaal. Het zijn ook zelfcreaties. Mijn kookboek heet ook Fusion, in plaats van Fusion. Fusion betekent verschillende dingen bij elkaar, gemengd. De meeste mensen noemen me Sanjan. Dus mooi. Vandaar Fusion. Ik vind het een mooie naam, Fusion. Leuk gevoel. Lekker een beetje Japans-Chinees en ook wel combinatie. Fusion. Fusion. Ja. Dat is wel lekker. Nou, het gaat over recepten. Ja, en ik had zoiets, ik wil dat mensen hun passie volgen en het maakt niet uit wat het is. Ik ga nu ook mijn passie volgen. Ik heb altijd vanaf vroeger ook gezien dat ik boeken zou gaan schrijven. Ja. En ik heb ook gezien dat ik ooit een kookboek zou uitbrengen. En mijn partner stimuleert mij heel erg in hetgeen wat ik doe. En hij zei, waarom ga je dat nu niet doen? Okay. Ik heb een visioen. Dit visioen is wellicht wat verder weg. En dat is een visioen. Ik sta ergens in, ik denk richting Thailand dat het is. Nou, in ieder geval het Aziatisch gedeelte van de wereld. En dit visioen heb ik al sinds dat tussen de 10 en de 15 ben. Ik denk jaar of 12, 13 dat ik was. En ik zag mezelf daar voor een grote groep mensen staan. En ik was wat aan het vertellen. En al die mensen die luisterden heel erg aandachtig. Maar ik weet niet wat ik daar deed. En op een gegeven moment hadden die mensen hun ogen dicht. En die werden allemaal heel blij. En dat visioen dat is me altijd bijgebleven. En ik leer nu vertrouwen op het stukje van wat ik zie. Dat ik daar ook in moet geloven dat het echt gaat gebeuren. En jij vroeg net, je ziet vaak of je hoort vaak dat mensen niet hun eigen toekomst kunnen kijken die dit werk doen. Ja, daar ben ik het dus niet mee eens, want ik zie dat wel bij mezelf alleen. Ik denk dat dat belemmerd wordt omdat je soms vaak iets wilt en daardoor andere keuzes gaat maken. Maar als je doet wat je moet doen om dat leerproces aan te gaan, dan geloof ik dat je daarin gestuurd wordt. En niet alleen ik, maar ook jij en jij. Vandaar is dat kookboek eigenlijk ontstaan. Ja. En ik ga een seminar geven. De maand september gaat het allemaal gebeuren. Dat is een groot evenement. Kun je iets over vertellen? Wat kunnen we in september verwachten? Ja, vanuit het stukje mediumschap en dat ik healer ben, ben ik begeleidingstrajecten, heb ik gecreëerd. Voor de mensen die eigenlijk vastliepen in hun leven, in de GGZ. Sommige mensen die inderdaad al uitbehandeld waren, wat jij net zei. En ik ben daar coachingstrajecten voor zelf gaan schrijven. Een stuk coaching en een stuk healing. En wat ik heel erg merk, wat mij heel erg raakt als persoon zijn, het zijn jonge mensen zoals ik of nog jonger die al heel erg vastlopen in het leven. Die soms suïcidale gedachten hebben of die soms gewoon even niet meer weten hoe het verder moet. Hindoestaans, Marokkaans, Turks, Nederlands. Er is één ding wat ze allemaal gemeen hebben en dat is dat ze vastlopen en niet vanuit hun eigen essentie, vanuit hun eigen authenticiteit weten hoe ze moeten leven. En toen dacht ik heb eerder twee zaalavonden gegeven, maar dat was echt gericht op voorspellingen en wat ik zie. Een beetje Derek Ogilvie-achtig. En die waren uitverkocht, dat ging heel goed. En toen ben ik er even mee gestopt, omdat ik dacht, dat is niet wat ik wil gaan doen. Omdat er hele persoonlijke dingen aan bod komen. Ja. Maar wat ik wel wil doen, is mensen inspireren. Mensen terugbrengen in hun eigen kracht. Mensen in hun kracht terugzetten. Ik denk dat ik van mezelf kan zeggen dat daar toch wel mijn kwaliteit ligt, samen met healing.
En dat is wat ik ga doen. Ik kan me heel goed voorstellen dat zo iemand denkt van, ja, wie ben jij nou eigenlijk dat jij mij dat gaat vertellen? Jij gaat mij helpen? Hoe overtuig je zo iemand en wat is dat dan? Als ik dan bij jou mag beginnen daarmee. Ik denk niet dat, ik heb niet de insteek, ik ga jou even vertellen hoe het moet. Ik ga jou handvatten meegeven hoe ik denk dat jij jouw leven weer op orde kan krijgen. Hoe ik het heb gedaan vanuit zelfervaring. Joy heeft me ook wel eens gevraagd, waar ligt jouw kwaliteit? Toen heb ik ook tegen Joy gezegd, ik weet waar ik heel sterk in ben. Ik weet waar ik niet zo goed in ben. Ik zie de resultaten. Ik heb in de afgelopen 3 jaar echt honderden mensen terug mogen zetten in hun kracht, 1-op-1, in begeleidingstrajecten, in sessies. Ik wil ook echt alleen mensen op mijn seminar hebben die bereid zijn om die stap te maken, om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen, om wat van hun leven te maken. Ja. Ik heb mensen bij mij net die vastgelopen zijn in de GGZ, die jaren bij een psycholoog hebben gelopen en die tegen mij zeggen, Sandhya, met 2 sessies heb ik bij jou bereikt wat ik in 10 jaar niet bij mijn psycholoog heb bereikt. Maar het moet ook een stukje zijn, is iemand er klaar voor? Als mensen een begeleidingstraject bij me aangaan, vraag ik ook echt, ben jij er klaar voor? Want ik ben heel streng, ik klink heel lief, maar ik ben heel streng in mijn sessies. Laat zij een van mijn klanten, ik vind je echt een kutwijf. Ik zeg, dat mag, je betaalt mij ook niet om aardig tegen jou te zijn. Je betaalt mij om geholpen te worden. Ja. En dit is een klant die nu voor de 3e keer een begeleidingstraject doet. Eerst op persoonlijk vlak. Daarna was ze uit de scheiding, wilde ze aan zichzelf werken. En nu op business vlak gericht, want daar help ik mensen ook bij. En ik denk dat daar het stukje is, als je het echt doet voor mensen te helpen, ja, dat je bereikt wat je wil bereiken. Herkennen jullie dat? Herken jij dat? Ja, heel erg. Want wij genezen inderdaad niet. Het genezingsproces ligt bij hunzelf. En mijn visie is ook om de mensen bewust te maken dat zij ook zelf helende, genezende vermogen hebben. Hmm. En de kracht in de mensen zelf. Je eigen kracht te ontwikkelen en dat je alles kan bereiken wat je wil, als je er maar 200% achter staat. Hmm. Maar de meeste mensen hebben natuurlijk door onbalans, door psychische problemen thuis, door je leefstijl, door de omgeving, hebben ze natuurlijk een onbalans in hun leven en ontevredenheid ook. Herken jij ook wat zij zegt? Ja, als arts zijn is het natuurlijk anders. Ja. Want ik heb nooit een belemmering ervaren dat ik mensen zou moeten overtuigen dat ik ze kan helpen. Want je hebt natuurlijk, die overtuiging hebben ze al. Ze komen naar je toe. Ze hebben al vertrouwen in jouw kunnen. Dus je hoeft nooit te zeggen van, oh ja, weet je, die drempel hoef ik gelukkig niet te maken. Die zal nog komen voor de Ayurvedisch, denk ik, dat het nog ook gaat zijn uiteindelijk. Het is gewoon een proces natuurlijk. Ja. Want in principe is Ayurveda ouder dan de westerse geneeskunst. Ja. Maar, Ayurveda kiezen ze zelf voor en dat niet. En het is een hele andere groep, weet je wel. Je gaat als je één pijntje hebt, ga je eerst naar je huisarts. Want je zegt, zij heeft een veel lastigere groep die daardoor ook minder vertrouwen krijgen in degene die je helpt. Omdat er al 10 mensen zijn geweest die je niet hebben kunnen helpen. Dan is het veel lastiger om die persoon te overtuigen, ik kan jou wel helpen. Ja, en ik sta meer aan het begin van dat traject, waardoor het makkelijker is. Maar die mindset, zeggen ze alle twee, die is er voor nodig. Die mindset dat is dus bij in de westerse geneeskunst, als ik het zo mag zeggen, is dat wel belangrijk, maar niet zo heel erg belangrijk, omdat het heel erg recht toe, recht aan is. Mm-hmm. Ik heb wel bijvoorbeeld, ik werkte op de chirurgie en dan had ik 35 patiënten lagen daar. En dan zag ik ook wel verschil, mensen met dezelfde operatie, dezelfde voorgeschiedenis. Ja. Maar degene die dan na 1 dag zei, ik ga weer lopen en ik kom eruit, daar lukte het ook bij. En andere mensen die bleven in een soort van rol van, oh, ik ben ziek, et cetera. Daar duurde het ook langer bij. En ik geef geen oordeel, want je kan nooit weten wat er binnen iemands lijf gebeurt of wat er in iemands hoofd gebeurt. Mm-hmm. Ja. Dat weet ik niet. Maar natuurlijk zal er ook een stukje mindset belangrijk zijn. Maar ik ben daar niet om daarover te oordelen. Ik probeer mensen gewoon te helpen met wat ik kan, zo goed als ik kan. Mm-hmm. Ja. Ja, mensen voelen zich vaak niet gehoord. Ze worden niet begrepen. De vage fibromyalgie. Ja, niemand weet wat je hebt, want je ziet het niet van buiten. Mm-hmm. Dat is een lastige groep. Dus ze denken dat jij gek bent. Mm-hmm. Maar wij geven tenminste, ik geef voedingsadviezen, richtlijnen mee. Het is aan jou wat je ermee doet. Mm-hmm. Ik verplicht niemand tot iets. En als je er klaar voor bent, dan gaan we een traject in. Ik heb mensen die zelf ook geweigerd om dingen te doen, omdat ze er niet volledig voor achter staan. Ja. Want dan werkt het ook niet. Ik leg het bij ik leg het bij mij. Ze leggen het bij mij neer. Nee, zo werkt dan doe ik het niet. Je kan altijd hulp zoeken en hulp vragen. Er zijn mensen, liefdevolle mensen, met heel veel levenservaring, wijsheid, die willen helpen. Maar dat is wat ik bedoelde met die mindset. Ja.
Daar kan je niks aan doen bij een persoon. Als je in de slachtofferrol blijft zitten en medelijden wil hebben, want dan krijg je aandacht van buitenaf, dan doe je daar niks aan. Want je geniet van die aandacht. Ja, men zegt wel eens dat mensen verslaafd zijn aan de gezondheidszorg. Dat soort fenomenen kennen we ook, hè? Verslaafd aan pillen en dat soort dingen. Ja. Maar los daarvan, hoe dan ook, de tijd is beperkt. En ik weet zeker dat een uur voor deze drie passionele ondernemende personen, dat een uur echt te kort is. We doen ze dus echt te kort met een uurtje. Maar we hebben toch een beeld kunnen krijgen, Shamila, denk ik, en onze kijkers hopelijk ook, van wat deze mensen allemaal doen in het dagelijks leven. Ja. Hoe ze hun passie ook laten zien, hoe hun passie ook leven. En ik ben ook een beetje gerustgesteld. Mocht ik een klacht hebben, dan ga ik eerst naar Kirti toe. Dan kan de reguliere gezondheidszorg kijken of we daar iets aan kunnen doen. Ja. Maar eigenlijk zou ik toch preventief eigenlijk ook bij Pramila moeten zijn. Eerst moet je sowieso doen wat zij doen. Niet eerst het traject volgen, ben je 2 jaar verder. En dan ontwikkelt de ziekte zich nog steeds meer uit en uitbreiden. Nou, weet je, dus dan doe ik het zo, mocht ik klachten hebben. Dan doe ik het tegelijkertijd. Ik bezoek ze alle drie. Ben ik blij dat ik ze in mijn netwerk heb. Zowel voor het Ayurvedisch stuk, het reguliere gezondheidszorg, als dat spirituele stuk. Om te kijken of ik het op het juiste pad ben. En voor de keuzes die ik te maken heb. Ik denk als je deze drie dames, deze drie toppers in je netwerk hebt, dan heb je een gelukkig en lang leven. Dan kun je... Dan word je 100. Dan worden we allemaal 100. Vitaal 100. We worden allemaal vitaal 100. Beste kijkers, ik heb het al gezegd, de tijd vliegt voorbij als je in gesprek bent met deze mensen die zo veelzijdig zijn en zo verrassend zijn en heel veel te bieden hebben. We hebben maar een uur. Helaas, we zijn aan het einde gekomen aan onze uitzending. We gaan onze gasten bedanken. Namens Shamila en mij en de redactie van Tsunami TV, Kirti Ramdas, dank voor je aanwezigheid. Ik vond het heel leuk om hier te zijn. En fijn dat je er was. Ja, dankjewel. Ongetwijfeld tot ziens weer. Ja. Sandhya, ook van harte bedankt voor je aanwezigheid en je verhalen. Jullie dank voor de uitnodiging. Graag gedaan. Fijn dat je er was. En ongetwijfeld ook van jou gaan we de komende tijd heel veel zien en ook veel meer beleven. Ook dank aan Pramila. Dankjewel, vanuit mijn hart. Wat aardig dat je het zo doet. Ja. Pramila, ook dank voor je aanwezigheid. Ja. En blijf dat zo vasthouden. Dat geeft me toch een trots gevoel. We zitten bij Tsunami TV en ik denk van we mogen trots zijn op onze Tsunami dames, onze Tsunami vrouwen. En dat we ze een podium kunnen bieden en dat ze zo hun verhaal kunnen vertellen. Dat ze de ruimte hebben om hun talenten te kunnen benutten. En dat ze dit kunnen delen voor eigenlijk voor iedereen, voor alle mensen hier op aarde. Of je nou India, Suriname of Nederland bent, jullie zijn er voor iedereen. Ja. Dank, het was wel een hele mooie uitzending. Hoe heb jij het ervaren? Ja, geweldig. Ik voel gewoon de energie die jullie uitstralen. En ik weet dat ik straks gewoon heel vrolijk naar huis ga. Ja. En dan zeg ik gewoon straks thuis tegen mijn dochter, ik heb zo hard gewerkt. Maar dat is toch fantastisch als je dus je passie, van je passie je werk kan maken, zeg ik. En je zit er met je hart en ziel, sta je erachter. Ja. Nou, ik zeg altijd inspiratie. En jullie allemaal hartstikke bedankt. Mocht je thuis denken van, ik heb ook boeiende onderwerpen, ook net zo inspirerende gasten, laat het ons weten via info@tsunamitv.nl. En dan zijn Shamila en ik er misschien de volgende keer ook weer bij. Graag tot de volgende keer. Tot dan!